Ja, het was enorm mooi om vandaag bij deze opnames aanwezig te zijn. Omdat ik vond het knap hoe kwetsbaar deze twee mensen zich opstelden over toch een heel emotioneel verhaal. Het was voor mijzelf wel leerzaam dat ik zelf ook een moeder heb die erg aan gaat overlijden aan de ziekte. Wat vandaag het onderwerp was, kanker. Dus het was voor mezelf wel goed om te zien dat ook er goed over praten toch die mensen goed heeft geholpen. En dat dat ook mensen onderling die goed met elkaar gepraat hebben toch die mensen heeft geholpen om zo'n groot verlies toch te verwerken. Ik ben zelf iemand die nogal in zichzelf gekeerd is in dat opzicht. Dus in dat opzicht heb ik ook wat geleerd van vandaag hier aanwezig zijn. Ik vond het een heel bijzondere middag. Heel bijzonder ook dat deze mensen echt letterlijk recht uit hun hart spraken. Het eerste verhaal van Tonio is natuurlijk bijzonder dat deze moeder zichzelf nog steeds moeder voelt en dat heel erg wil uitdragen om haar zoon nog steeds levende te houden. Ook bij anderen. Door natuurlijk het boek, maar door ook hier vandaag dan aanwezig te zijn. Ik heb zelf ook wel mijn kruisjes, zoals dat heet. En ik denk dat ik wat ik vanavond heb gezien, ga je automatisch daarnaast leggen. Dus je zal je eigen omgang met de doden, zal je nog een keer onder de loep nemen. Ik kom uit een generatie van schatjes en mama is boos. Ik was toen een jong meisje en had het bekeken. En nou, nu leer je dan eigenlijk de man achter de film kennen. En wat ik zeker mee naar huis neem is dat je echt dat hij de kans heeft geboden aan zijn kinderen om alle vragen te stellen die ze nog wilden stellen. En dat hoor je vaak, dat kinderen die een van hun ouders verliezen, eigenlijk blijven zitten met vragen. Dus mocht ik ooit, hoop ik bij leven gewoon dat de kinderen alles altijd kunnen vragen, maar mocht ik ooit in die positie zijn, dan hoop ik dat ik dat nog mag onthouden. Dat vond ik echt heel aangrijpend en heel bijzonder.